gospel meets dance. Nou ja, het goede nieuws ontmoet. Voor mij persoonlijk is het verschil tussen een gewoon feest en een gospel dance party. Je merkt het gelijk aan de atmosfeer, want er hangt een soort vrijheid en blijheid die echt gemeend is. Ja, tijdens zo'n feest is dat eigenlijk ook een manier van worshipen. Om hem te loven en te prijzen. En dan met mijn hele lijf, niet alleen met mijn stem, weet je wel. Ja, het is super amazing. Want die Heer heeft echt een datum gegeven, een locatie gegeven. En gezegd, jongen, ga promoten. Ik zorg voor de mensen, ik zorg voor het programma. En ik ga grote dingen daar doen. Dat was de belofte die ik had. Meer had ik niet. We begonnen flyers te verdelen. We begonnen het feest te promoten. Met het geloof dat de Heer harten zou gaan raken. Maar dat we ook echt een plek zouden hebben om hem te loven. En om daar allemaal getuigenissen te laten plaatsvinden. En dat is uiteindelijk gebeurd. Hi allemaal, ik ben Sherala, ik ben 21 jaar oud en ik was bij de Gospel Meets Dance. En ik heb God ervaren en dat was het mooiste te alles wat er was. Ik ervaarde rust, vrede, liefde en omarming van iedereen. De gezelligheid was daar. Dat is gewoon Gods liefde wat ik heb ervaren daar. Gospel Meets Dance, echt een gaaf concept. Allereerst komen er alleen maar leuke mensen. Terwijl er was heel veel verschillende soorten muziek. Het was lekker eten, lekker drinken. Veel vrijheid en we hebben veel fun gehad. Echt ruimte voor persoonlijke ontmoetingen met Jezus. Mochten mensen zegenen. Het gaat gewoon niet om de artiest of om iemand die daar staat te performen, maar iedereen wijst naar Jezus. Het is heel leuk om al dansend zo met mijn broeders en zusters de avond te beleven. Christelijk zijn, alles behalve saai, of niet saai is. Dat niet betekent dat je saai bent, want we weten heel goed hoe je een feestje moet bouwen. Dat het op een hele leuke manier kan. Dat je gewoon kan dansen, dat je kan losgaan. Geen drugs, geen ecstasy, maar wel Holy Spirit energy, ja. Afro house, tech house, soulful house, hip-hop. Eerder op de avond waren er live acts met meer rappen. Rappen, hip-hop, R&B. Het is echt heel gevarieerd. Ja, het verschil met andere feesten is dat, dat de teksten echt opbouwend zijn. En dat is ook wat er voelbaar is, die vreugde. En echt met je handen in de lucht, dat je de worship, de aanbidding, dat kan ook heel goed in deze muziek. Dat kan ook als je aan het dansen bent. Als je het heel moeilijk hebt, dan is hij daar heel dichtbij. En hij is echt een rots. En daarom is het feest ook zo mooi. Want het feest laat ook zien dat je altijd mag zingen, altijd mag feestvieren, door ook moeilijkheden heen. Ja, daarom is het feest ook zo mooi. De christenen zijn geen saaie mensen die thuis zitten. Ja, dus de boodschap van ons evenement, van Gospel Meets Dance, is dus echt om het goede nieuws bekend te maken. Om mensen bekend te maken met God en Jezus. Maar ook voor mensen die hem al kennen, om echt God te danken, te loven, te prijzen voor wat hij betekent in hun leven. I bust another beat, I praise the Lord with music and make it sound sweet. Don't know why, but I just have to try to make it dance for Jesus and lift your hands high.
de visie voor dit evenement, of het geloof wat we ook wel hebben met dit evenement, is dat het echt een terugkerend iets gaat zijn. Het is er eigenlijk helemaal niet op deze manier, en zeker tijdens ADE. Het is de eerste keer dat dat we Jezus mogen verhogen bij zo'n groot festival, dansfestival. Ik hoopte ooit al iets van christelijke dans tegen te komen. En ik ben zo blij dat dit voor het eerst is nu. Met God is alles vreugde, liefde, over de top. Altijd een uitdaging, je wordt gestretched. Hij is zoveel meer dan mensen denken. Je moet hem echt leren kennen. En nee, het christelijke leven is niet saai of weet ik van wat, of religieus. Als jij echt een persoonlijke relatie met God hebt, je gaat niet weten hoe je leven veranderd wordt, echt niet. Maar dit is een hele mooie afwisseling. Hier ben ik heel blij mee.